Wat gaan we doen? Wel, Michel, we gaan vandaan op jacht. Dus het is één groot vraagteken. En het is vrij vroeg in de ochtend, overal nog nacht bij wijze van spreken en mistig. Maar we zullen zien. En we gaan natuurlijk op jacht onder begeleiding en onder toezicht. Dus het moet slagen. En wie heb je naast je staan? Ik sta hier waar we mee op jacht gaan. Dat is onze Eduard. Oké. Nou, ja, een jager van professie. Nou, en we staan hier tussen de koeien om eigenlijk te symboliseren dat jacht niet alleen plezier is, maar jacht is ook die boer helpen om zijn gewassen te beschermen. Bedankt. En ik hoop dat we dan wat, geen bokken schieten, dat er, maar echt ganzen of maar die kans is er altijd, hè, dat je niks schiet. Want je wilt niet aan een touwtje, het is geen schietent, hè. Hoi, hoi. Vanaf nu, elk moment, kun je eenden verwachten, kraaien. De duiven komen pas over een uur. Oh, och, ja, allemaal zo'n beetje verdeeld en zo toch wel. Ja, echt wel. De dag, echt ja? Wel. Mis. Nee, hebben. Apport. Dat was een gans of niet? Wat dacht je? Een kou, toch? Oh, geen witte. Ik dacht. Goed, zo. Lossie. Deze pikken ook waardevol. Hoi, hoi. De kievit, de grutto en de tuurluur worden door de kraai achter de vodden gezeten. Ja. En die willen we juist terug. Dus we proberen die kraaienstand wat omlaag te duwen. Zodat die andere dieren wat meer ruimte krijgen. Apport. Hé? Raak? Ja. Mooi. Kom binnen. Lossie. Nou. Goed zo, kereltje. Veer uit zijn bek, daar heb je een hekel aan. Ja, brave kerel hoor. Ja. Dit is echt heel mooi. Ja. Biologisch, dynamisch voedsel. Hoi, hoi. Natuur, echt natuur. Puur natuur. Houtduifje. Vind je het niet zielig dan? Dit is niet zielig, nee. Dit is een vreugde. Hoi, hoi. Ik ben super met jou, weet je dat? Wat zei je? Jij bent ook niet voor één gat te vangen. Och, wat dacht je? Jij bent door de wol geverfd. Ondergedoken in de oorlogstijd. Indonesië, 25 jaar gevaren met zuurlui, met stokers. Wat wil je, man? Ja. Ben, ja. Een gans? Ja, hele grote. Mijn god, zeg, zie je dan wel? Ja. Maar ik had veel eerder moeten opstaan. Die dingen die komen op rood af. Dat wil jij niet geloven, maar neem het nou maar aan. Brave kereltje. Kijk eens. God, zeg. Kan dat dan, gans? En wat is dat voor gans? Daar heb ik voor een week te eten. Ja? Ja, hier maak ik een stoofpotje van. Wat zal die wegen, schat eens wat? Ik weet niet, nodige kilo's genomen. Kilo of 5, denk ik. Ja. Dan maak je het hele proces mee. Ja, en dan hoor. Het donker het land in. Ja, wou ik zeggen. Het was een behoorlijk een blij dag. Dan gaan we buiten. Ja, nou. En dan gaan we weer huis wassen. Gaan we het even schoonmaken. Schoonmaken. Dan kun je het weer fijn. Hoi, hoi.